Hey, hallo, welkom bij een nieuwe video dames en heren. Wauw. Ja, we zijn terug. Dames en heren, het is even geleden dat ik heb geüpload. Maar vandaag zijn we terug met de Full Acid Breakdown News video's. Dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Wat ik jullie ga vertellen vandaag is pure shit, zo Want, uh, ja, waar is gebeurd is minder cool. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten ben ik tien dagen naar Amsterdam geweest. Samen met Enoor en Joost stunt en Stuntkabouter Dat zijn allemaal hele chille mensen, super cool, yeah. Amsterdam is echt de shit. Maar ik ben niet alleen in Amsterdam geweest. Een van mijn beste vrienden, Martijn, a.k.a. stunt A.K.A. fucking acteur of zo. Zijn film Renesse. Zijn film. Hij speelde in die film. Ging in première op het strand van Scheveningen. En ik was daarvoor uitgenodigd. Dus ik ben gewoon naar die première gegaan met iedereen. Het was daar super chill. Super mooie vrouwen daar. Het was. Uh, wel, wow. Ja, het was. Uh, toch wel een avond om niet te vergeten. En alles ging super goed. Het was geweldig. We zaten op het strand. Het was mooi weer. Er speelde een geweldige film. En. Ja, er was ook gratis drank. Kijk, dan mocht je zoveel nemen of jouw. Alles was gratis. Je moest het niet betalen. Dus. Ik ging samen met iedereen wel regelmatig eens om een nieuw pilsje of een wijntje. Gewoon iets dat ik in mijn keel kon gieten. En na enkele rondjes voelde je dan natuurlijk al even in je hoofd. Maar dat boeide niks. Het was een leuke avond. Het was gezellig. Iedereen was gezellig. Er is niks gebeurd. We zijn teruggegaan naar het hotel. En uh, ja, eigenlijk toen we aankwamen in het hotel, had iedereen nog een beetje die feestvibe. Niemand had zin om te gaan slapen. Iedereen had nog zin om iets te doen. En toen kwam Martijn met het geweldige idee om nog te gaan zwemmen in de zee om twee uur s'nachts. Dus wij zijn gewoon met iedereen naar het strand gegaan, midden in de nacht, met onze zwemkleren aan en ik ben gewoon in mijn normale kleren gegaan. En we zijn eerst gewoon even op het strand gaan zitten. Toen hebben we een heel strandding geslopt en hebben we een beetje met stoelen gegooid en zo en putten gegraven en Martijn en iedereen eigenlijk gewoon in het zand geduwd en de vechten en zo. En het was, het was pittig leuk, we hebben een goede chilling gehad. Het was een zeer goede chilling. <laughs> ja. Toen, uh, toen eigenlijk ben ik mijn telefoon verloren. Mijn, mijn telefoon lag ergens in het zand en dat had ik niet door. Want we zijn toen weggegaan en eigenlijk had ik pas tien minuten later door. Hey, where the fuck is mijn telefoon? En toen ben ik teruggewandeld, heb ik op het zand gezocht, heb ik mijn telefoon gezocht via die kut app die nooit werkt. Heb ik fucking 10.000 keer gebouwd. Mijn telefoon was weg. Hij is niet gestolen. Hij ligt ergens onder het zand begraven. Ik heb dus nog een uur gezocht naar die telefoon. Ik heb die niet gevonden. Ik ben teruggegaan naar het hotel. Ik, heb, uh, ik ben geslapen. Ik heb me hier slap gehuild of zo. En ik werd wakker de volgende ochtend. En het eerste wat ik heb gedaan is gewoon teruggegaan naar het strand. Om nog eens te zoeken met licht. En ik, uh, ja, ik heb niks gevonden. Mijn telefoon is weg. 800 euro gewoon naar de kloten. Geweldig leven heb ik toch, die telefoon? die st vol stond met herinneringen helemaal weg zelfs op die telefoon stonden er fucking veel foto's die je kon gebruiken om mensen hun leven kapot te maken op die telefoon stond er gewoon fucking veel en die ben ik nu kwijt, I love my life maar oké, okay, dat is geen probleem, leven gaat door sommige mensen hebben nooit een telefoon dus ik werd ook gewoon wakker en ik dacht van leven is door, let's begin aan de dag en uh, laten we het gewoon nog een beetje goed maken ja, dat was dus eigenlijk echt niet zo wij waren dus in Scheveningen en we zijn met een taxi naar de Haag Gegaan. En vanuit Den Haag zijn we dan nog, uh, maar weet ik veel, met de tram ergens anders naartoe gegaan. Ik snap het zelf ook niet zo goed, maar oké. Okay. En toen ik op die, uh, die fucking tram zat, uh, ja, ik was vergeten een kaartje te kopen. En ik dacht, hé, hey, in België controleren ze de tram toch nooit. Dus ik ga ook gewoon niet betalen voor een kaartje, want ik ben mijn telefoon al verloren. Dus fuck die shit. Natuurlijk, ineens stond er een heel SWAT team op die fucking tram. Ben ik gecontroleerd. Ik heb me er proberen uit te lullen, maar het ging ook gewoon niet. Fucking conducteurs van de fucking FBI. Die fuck in is. Echt fuck jullie fucking hard. Ik heb 50 euro betaald voor een fucking boete. Echt ik, uh, ik wou dood hoor op dat moment. 50 euro was echt wel een zware klap in mijn geld. Omdat ik al veel dingen had moeten doen. En ik was mijn telefoon al verloren. Dus uh, ja dat, dat brengt dus, dus al op een verlies van 850 euro in minder dan 24 uur. Dan zou je denken dat de meeste mensen zich natuurlijk gewoon van een hoog appartementsgebouw zouden gooien. Omdat ze zoveel slechte dingen meegemaakt hebben in zo'n korte periode. Wel dat wou ik doen. Maar ik heb het niet gedaan. En ik ben gewoon op de trein gegaan, richting Utrecht. En ik heb gewoon, ja... ja ik heb gewoon mijn woede eruit geslaan. En ik heb veel dingen gesloopt En, ja... De, ja... Ik was kwaad. Leven kon echt niet erger op dat moment. En het is nu misschien raar om te zeggen, maar als je in het buitenland bent en je hebt geen telefoon, dan is dat heel irritant. Want je hebt geen contact met mensen die dus in België wonen. Ik kan geen contact maken met mijn familie. Ik ken hun nummers ook niet. En mijn vrienden hadden het nummer van mijn ouders ook niet. Dus um, ja, dat heeft dus wel voor een beetje stress gezorgd. Want ik kon geen contact maken met iemand. Gelukkig is alles nu gefixt. Gelukkig heb ik een nieuwe telefoon kunnen fixen. Dan heb ik nog mijnzelfde de telefoonnummer. Dan heb ik nog alles. Kunnen houden. Het enige jammer is dat er heel veel foto's weg zijn en zo. En dat, dat, dat is wel pijnlijk. Heel pijnlijk, dames en heren. Dat is echt heel pijnlijk. Oké, okay, kijk, leven is door. Ik ben gelukkig. Het leven is geweldig. En vanaf vandaag kan ik ook gewoon weer video's uploaden. Dus uh, ja, dames en heren. Ik zou zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Heb jij ook al eens je telefoon verloren? Smash dan zeker een duimpje omhoog. <laughs> ik ben eens zit. En ik zou zeggen. Tot de volgende keer, dames en heren. ik hoop van jullie smash. Drup je morgen. Ja, 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 ja. <laughs> ja, nu ben ik echt weg, yo.